Hallo kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Michael of Donald Derby en welkom bij Glitch. Dit is het. Ik weet niet precies wat het is. Ze zeggen een horror game. Ja, hou je kop. Oké. Nieuw game. Ik hoop niet dat het geluid zo blijft, hè. Mooi. Het is een horror game. Oké. Waar het geluid is, dus ik heb hem geluid nog wat harder. Ik zeg helemaal niks geluk van. Stop het! Oké, jongens. Dit is een horrorfilm. Net na die ene Minecraft Skyrim video opgenomen. Ik zei van, ik weet niet wat ik wil opnemen. Dus keek ik op Steam en zag dit spel. Zeg een glitch. Horrorspel. Ik zie wel wanneer de game begint. Want dit is mijn lijn met een labo. Of het is gelijk daarna. Zoek dit zijn. Wat is het spel? Ik hoop dat het leuk spel is. Oh, laat hem nu schrikken en dan boos. Laat me ook eens weg. Oh, ik zie hem. Nou hoor ik nu al meer dan net. Ben ik ook niet geval, ja, gebeurt mijn teugel. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat dit wel is. Ja, nou, ik zie er wel wel als het werkt en als het niet werkt, dan is het jammer, want het leek wel een leuk spel. Hey, ik heb hem gefixt. Een soort van, ja, het is niet meer zo donker. Het is donker, maar niet meer zo donker. Maar zo schrift hij. Is het nu wat donker? Dat maakt niet uit. Maar ik heb geen idee dat het wel werkt. Ik denk dat ik maar hierheen moet. Ja, mag niet rennen. Hier lang dit. Oh, mag wel, oké. Turn the power on. Ja, als ik hierheen mag lopen. Mag ik hierheen lopen? Oh hier, hey. Ah, het is eindelijk licht. En dat is altijd een lieve kikker. Oh, push. Wow, push, push! Oh ja, ik weet niet wat gebeurt met mijn muis. What the fuck? Wat is 10 FPS? Dus ik neem het op met 10 FPS. Maar ik kan verder met dozen duwen. Ik hou van dozen duwen. Ja, ik hou van dozen duwen. Gaat die rare kikker me niet van me afpakken. Dat is mijn doos. Het is een raar spel, maar misschien is het daarom ook gratis. Jullie kunnen het ook zo downloaden en opstarten. Alleen. Ligt het aan mij of zag ik daar wat? Een persoon. Ik vond die echt, ik keek zo en zag een persoon. Maar het kon ook gewoon niet binnen zijn. Nu ben ik echt bang. Gewoon weet niet waarom. Maar oké. New mission, open the door, find button ofzo. Oh, find 10 buttons. Hier in deze kamer, of... Is dit één? Nee, dit is een lever, dit is een knop. Is deze deur? Deze deur? Nee. Moet ik in deze kamer 10 knoppen vinden? Dit is één knop denk ik. Alsjeblieft, laat me niet schrikken. Knop! Gewoon altijd knop schrikken, ik druk je knop in. Dat werkt, dan hoef je hem niet dun te drukken. Nee, oké, ja. Hoe moet ik wat die knoppen vinden? Is dit rennen of niet? Lijkt hem hierop. Knop! Er lag knop op de grond. Ik wil niet meer terug. Wacht, ik kan toch op die muis en stift er wel maar zitten. Wat is hier gebeurd? Ik moet echt hier knoppen vinden. Push! Push! Ja jongens, ik zie wel wanneer er wat gebeurt. Of wanneer ik de knop op de tafel mee. Oké, ik kan hier de tafel mee duwen jongens. Ik kan zich van knop voelen. Ik hoor even ping. Maar het is vet, ik kan hier de tafel mee duwen.
Of het is gewoon een andere knop. Deur te openen. Misschien door. Dat is een knop. Want dat zit daar niet. Maar ik mag niet. Maar ik mag niet springen. Zie je? Ik zeg zo, dan moet ik ooit 10 knoppen vinden. Moet je niet vaker ik het mee. Ik zie ook gewoon bijna niks, jongens. Oh! Ik heb ze gevonden. Ik kom blijkbaar wel terug. Maar dan kom ik helaas de kikker die ik niet vertrouw. Nou, ik vertrouw jou niet, kikker. Net deed je ook al net alles was. Ik loop gewoon terug. Fuck die kikker. Zie je? Ik loop gewoon terug. Nog verder terug. Nee, hier zie ik weer niks. Waarom lijkt net als ik dat iemand zie staan? Ik dacht, hier staat iemand. En dat die deur net dicht was, dacht ik. Nog één knop. God, dus... Ik ben gewoon zo bang dat ik dingen ga bedenken. Ga maar weer terug. Die kikkerspannen in één keer. Vertrouw je niet. Ik wil je niet meer langs. Misschien is die knop die ik net dacht. Want dat is een knop. Fucking schrik van die tik. Wat de fuck is die tik? Ja, het ligt aan mijn koptelefoon. Dat hoor ik ook altijd als, net als die heel naar uit heeft gestaan. Maar zwaar. Ja. Maar die knop was er net nog niet. Het is al donker. Crack the code. Ik zie niks. Oké. Oké, okay, want ik wist serieus niet dat dat hem was. Ik dacht... Zo hard geluid. Gewoon gedaan. Ik dacht, zo hard geluid. Nee, maar ik dacht echt van, het gaat me nooit lukken. Ik ging gewoon helemaal niet eens doen. Hij trekt heel veel in één keer, boom. Kom, wanneer is dit voorbij, man? Ik ga even kijken of ik het safe in de escape nu, toen kwam er Ik zie niks. Ik mag geen trap oplopen. Ik zie niks. Ik begrijp het wel dat ze zo donker moeten houden, maar het is zo donker dat je niks kan zien. Er is nog een tafel. Jongens. Wat moet ik doen? Cracked code. Is er nog één? Ik zie niks! Oh, cracked code. Nieuw mission. Waarom durf ik eigenlijk even open? Ik denk door de stofjes. En daarom dus. Waarom is het zo eng? Was dat de power? Ik mag trap lopen, mooi. Game, save! Ik weet niet wanneer je saved. Wanneer is chapter 1 nog bij? Dit is niet.
Ik durf niet meer terug. Ik wil gewoon niet meer terug. Ik ben gewoon echt bang. Ik zie ook niks. En dan één keer verdomme. Geluid stopt. Muziek stopt. Dat is nog enger. Gewoon als muziek stopt. Ik wil niet. Ik wil niet. Hier, lopen jullie maar. Hier. Hier, lopen jullie maar. Jezus. Ik durf niet. Ja, ik ben echt een nietje, weet je dit. Deze deur is open. En daar is het knop. Just go! Just go! Waar? Wat moet ik doen? Ik ga weer naar die kikker. Ik ga weer naar mijn vriend. Hij is best aardig. Toch? Jij bent aardig, jou kan ik vertrouwen. Jullie me net schrikken, maar dat is zo'n grapje, hè? Ja, weet ik. Maar je hebt geen extra knop bij je. Stom. Oh, waar ik net stond. Goed dat ik terug naar de kikker. Zie je, kikker is mijn vriend. Kikker, help me. Ik durf echt niet. Ik kan niet meer. Ik wil stoppen. Dan heb ik het spel ooit opgestart. Ik haal hem gewoon op te nemen. Ik weet niet hoe lang deze video nu al duurt. Troy de vent. Deze. What the fuck? Ik zie niks meer. Ik zie niks. Letterlijk weer niks. Net. Alleen dit. Oh, ik zit in de vent. Dus serieus, ik had al de hele tijd door de vent kunnen lopen. Fuck. Ik had dit al de hele tijd kunnen doen. Maar nee, ik moet eerst voor de power aan doen. Om die deur te openen die toch niet open ging. En hoe lang gaat dit game door? Deze video duurt al heel lang. Ik zie niks. Hierheen. Hierheen. Omhoog. Ik zie niks. Ik dacht dat er vrienden waren, kikker. Maar nee, je moet weer alleen maar denken aan jezelf, hè. Heb je weer gedronken? Zal het toch niet meer doen? Vind ik niet kunnen, man. Ik ga weer terug. Dat was niks. Ook niks gebeurd in de tussentijd. Ik loop niet helemaal terug, als het goed is nog steeds. Maar als zie ik helemaal niks. Ik zeg maar, al vind ik helemaal niks. Dan ga ik laten. Ga ik stoppen. Het is wel een hele glitch. En toen ik veel opzette, kwam er ook al een glitch. Ik heb het gevoel dat ik nu weer terug ben. Nou jongens, ik vind het echt, ik mag geen meer. Nou jongens, ik kan niks vinden, dus al wil je het zelf spelen dan wil je het al, kan je verder komen dan mij. Oké, ik ga het later nog wel een keer proberen misschien. Al blijft het spel normaal. Al moet ik helemaal van het begin beginnen, dan stop ik. Al mag ik gewoon verder een beetje vanaf de fans, weet je, dat soort dingen. Dan zit ik, oké? Maar dan zit ik tot nu toe, doei, later en doei. Ik heb gevonden, want ja, het duurt al lang.
Tot zo.